Welkom bij deze college reeks van de Meester Hans van Mierlo Stichting. Mijn naam is Dirk-Jan van Vliet en ik ben in de liaison lokale politiek en vereniging. En ik wil jullie wat gaan vertellen over de geschiedenis van D66 als sociaal-liberale partij. Dat is een interessante geschiedenis. D66 is niet altijd een sociaal-liberale partij geweest. De vraag is dan natuurlijk, wat betekent dat dan precies? Wat was D66 daarvoor dan? Maar voordat we dat gaan doen, gaan we kort even de geschiedenis induiken. 17 februari 1967, New York Times kopte The Star Rises in Dutch Politics en doelde daarmee natuurlijk op Hans van Mierlo. En dat was nogmaals lang eigenlijk voordat D66 een sociaal-liberale partij werd. Van Mierlo was in 1967 met maar liefst 7 zetels vanuit het niets in de Kamer gekomen. Ze waren natuurlijk, jaar daarvoor in 1966, opgericht door mensen zoals Hans van Mierlo en misschien wat minder bekend Hans Gruiters. En die oprichting van D66 in 1966 was eigenlijk een reactie op de val van het kabinet op 14 oktober 1966. Misschien voor de wat oudere luisteraars, kijkers, die kunnen zich de nacht van Smeltsen nog herinneren. Het was de toenmalige fractievoorzitter van de KVP die een motie had ingediend over het financiële beleid van het kabinet. En dat was voor de minister, premier Kals, voor het kabinet Kals, een reden om de stekker eruit uit het kabinet te trekken. En het was een eigenaardig kabinet, dat kabinet Kals, want die was dus namelijk zonder verkiezingen gekomen. Was namelijk eerst een ander kabinet geweest na de verkiezingen, die is ook gevallen en vervolgens is er zonder nieuwe verkiezingen weer een nieuw kabinet gevormd. En precies tegen dat soort gebrekkige invloed van de kiezer op de macht verzetten de oprichters van D66 zich. Want zij vonden namelijk dat er meer macht naar de kiezer zou moeten gaan. D66, toen nog met apostrof, was natuurlijk opgericht voor met name democratische vernieuwing. Het wilde dat ook wel genoemd als het bestel opblazen. D66 wilde het bestel opblazen. En dat betekent eigenlijk 2 dingen. Die 2 dingen ga ik nu vast kort even noemen en dan ga ik ze dan dadelijk nog even wat verder uitleggen. Maar de belangrijkste 2 dingen die daar een onderdeel van waren, waren dat de kiezer ook op de macht zelf moest kunnen stemmen. En tegelijkertijd dat van Hans van Mierlo en consorten tegen de innige verstrengeling van de controle op de macht en de macht zelf waren. Nou, nogmaals, wat dat precies betekent, ga ik zo dadelijk uitleggen. En pas veel later, in 1998, werd D66 een sociaal-liberale partij. Nou, dat roept natuurlijk de vraag op, wat was D66 dan voor 1998? En hoe verhoudt dat sociaal-liberalisme zich tot democratische vernieuwing? En wat betekenen die 2 speerpunten die ik zojuist noemde? Nou, op deze vragen wil ik antwoord gaan geven. Dit ga ik doen door eerst in te gaan op de doelstelling van D66, hè, de reden van bestaan waarom D66 is opgericht in 1966... Vervolgens maak ik een sprong in de tijd naar 1973, waar Jan Terlouw het stokje overnam van Hans van Mierlo en voorzichtig begon met zichzelf neer te zetten, of D66 neer te zetten als 4de stroming. Daarna springen we nog weer verder in de toekomst naar 1998 en het eerste kabinet Paas en het moment ook dat D66 daadwerkelijk een sociaal-liberale partij werd. En vervolgens eindigen we dan bij Alexander Pechtold, die 3 zetels wist te behouden in 2006... D66 neerzet als hervormingspartij, een duidelijk antipopulistisch geluid liet horen en daarmee D66 weer groter heeft gemaakt. En dan tot slot eindigen we met enkele reflecties op het recente verleden. D66 werd dus opgericht in 1966 met de democratische vernieuwing als belangrijkste speerpunt. Het initiatiefcomité D66, zoals het in eerste instantie heette, kwam voor het eerst bij elkaar op 30 april 1966. En vanaf dat moment gingen zij eigenlijk aan het werk met het schrijven van het welbekende appel. Een publicatie met verschillende ideeën over hoe democratische vernieuwing gerealiseerd kon worden en wat er precies moest gebeuren. Een paar van die speerpunten waren een gekozen premier, een invoering van een districtenstelsel en een direct gekozen burgemeester. Van die 3 is eigenlijk alleen de burgemeester waar nu wat van terecht lijkt te gaan komen. Een districtenstelsel, een gekozen premier heeft het vooralsnog niet gehaald. Maar wat misschien nog wel het belangrijkste was, waar D66 zich voor heeft opgericht en waar Hans van Mierlo zich ook hard voor maakte, is het verzet tegen het ideologische zuilensysteem. Nou, in heel de wereld en ook in Nederland werden de zuilen langzaam afgebroken, maar eigenlijk in dat Nederlandse politieke bestel bleven die zuilen bestaan.
Nou, wat bedoel ik daar nou precies mee? Dan kan je denken aan de zuilen van de politieke zuilen, van de sociaaldemocratie, van de liberalen, van het liberalisme en de confessionele, de christelijke partijen. Hè? Dus het hedendaagse CDA en de voorlopers daarvan. En eigenlijk bleven die ideologieën bleven gewoon bestaan in het Nederlands politieke bestel. En dat moest volgens Hans van Mierlo en consorten anders. Er moest een nieuwe politiek bedreven worden, los van die traditionele zuilen die ik net noemde. En de speerpunten zoals het gekozen premier en het districtenstelsel was eigenlijk een manier om dat oude bestel, dat oude politieke bestel op te blazen. En daardoor zou er meer ruimte komen voor een nieuwe en meer democratische manier van politiek bedrijven. Nou, de rode draad van deze twee kernpunten, ik heb ze al eerder genoemd, zijn de stem van de kiezer meer macht geven door hen ook te laten stemmen op de macht zelf. En de verstrengeling tussen de macht en de controle op de macht verbreken. Nou, dat klinkt misschien nog een beetje abstract. Wat betekent dit nou? Nou, eerst over het stemmen op de macht zelf. Wat nu nog steeds aan de hand is, dat je alleen maar kan kiezen op de Tweede Kamer. Dat is de controle van de macht. Want wat is de taak van de Tweede Kamer? Dat is het kabinet controleren. En dat is de enige waar je op stemt. De Tweede Kamer controleert vervolgens het kabinet. En de macht zelf, de macht zelf ligt bij het kabinet. En indirect wordt het kabinet vervolgens natuurlijk wel samengesteld op basis van de stemmen die je uitbrengt bij de Tweede Kamer. Maar als kiezer heb je geen enkele invloed op wie er in de coalitie komt of wat er in het regeerakkoord komt te staan. Nou, en dat is precies wat Van Mierlo zo zich tegen verzetten. Dan het volgende punt over die verstrengeling van de macht. Wie er gaat regeren na een verkiezingen wordt niet bepaald door de kiezer. Maar namelijk door de partijleiders die via een ondoorzichtig proces genaamd de kabinetsformatie tot een voorstel komen, tot een kabinet komen. Nou, we kunnen ons allemaal natuurlijk de eerste formatiepoging na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 nog goed herinneren. De kiezer wordt eigenlijk na zo'n verkiezing in een toeschouwerspositie geplaatst en heeft geen enkele invloed meer op wie er in het kabinet gaan komen, wie de leiding zal nemen en welke laat staan wat er in het regeerakkoord komt te staan. Het is dus altijd goed als je wil begrijpen waar komen nou die vernieuwingsidealen, die democratische vernieuwingsidealen van D66 vandaan, om deze twee dingen in het achterhoofd te houden. Namelijk, nog even samenvattend, D66 wil namelijk dat de kiezer, het wil altijd dat de kiezer ook kan kiezen op de macht zelf en niet alleen op de controle van de macht. En D66 wil de verstrengeling tussen de macht en de controle op de macht verbreken. Nou, dat is het verhaal over de oprichting van D66 en hoe het allemaal ooit begonnen is. Dan gaan we nu verder naar 1973. Maken we een kleine sprong in de tijd. En dan gaan we het hebben over de eerste stappen die werden gezet richting een zogenaamde vierde stroming. En die vierde stroming werd later het sociaal-liberalisme. In 1973 nam Jan Terlouw het stokje over van Hans van Mierlo. Nou, zoals ik al had uitgelegd, Hans van Mierlo was dus was van ideologieën, hè, van die zuilen van de sociaaldemocratie en die liberalen. Hij noemde die alle ideologieën ook eigenlijk slechts een dekmantel voor het streven naar macht. En tegelijkertijd begon toen in 1973 Jan Terlouw en ook Jan Glastra van Loon bijvoorbeeld, begonnen met het voorzichtig formuleren van toch iets wat een beetje op een ideologie leek. Namelijk zoiets als een sociaal-liberale partij. Jan Terlouw noemde D66 in een speech van 1973 ook wel een sociaal-liberale partij. En wat wilde Terlouw daarmee? Hij wilde eigenlijk D66 als een soort van vierde stroming neerzetten naast die bestaande stroming. Hè? Dus naast die sociaaldemocratie, naast het liberalisme en de christendemocratie. En in die zin moest het ook een soort van vierde stroming worden in de traditie van de vooroorlogse partij van de Vrijzinnige Democratische Bond. En tot dusver was er na de oorlog eigenlijk nooit ruimte geweest voor zo'n partij. En het fijne was dat vanuit dat gedachtegoed er ook aandacht besteed kon worden aan allerlei thema's zoals milieuvervuiling, energieschaarste, technologische ontwikkelingen en werkgelegenheid. En het thema democratische vernieuwing bleef wel belangrijk, maar misschien zoals Pechtold het heel veel later een keer zei, de kroonjuwelen zijn wel uit de etalage gehaald, maar nog steeds op voorraad leverbaar. En deze wending leverde in 1976 best wel een mooie verkiezingsresultaat op met winst en veel nieuwe leden. En vervolgens in 1981 werden er zelfs 17 zetels gehaald. Dat was echt een unicum op dat moment voor een progressieve partij in het toch zo conservatieve Nederland. Maar vervolgens de kabinetsdeelname en dat wraakte zich meteen en viel D66 terug naar 6 zetels. Maar toch, ondanks dat het weer terug was gevallen naar 6 zetels, heeft het wel heel duidelijk haar stempel gedrukt op het Nederlandse politieke landschap. Nou,
Dan gaan we weer een stap verder, heel veel verder zelfs, naar 1998. 1998 was natuurlijk het moment, 4 jaar na de vorming van het eerste Paarse kabinet. En je moet niet onderschatten wat voor grote mijlpaal dat eigenlijk was voor Van Mierlo. Want het was namelijk zo dat voor het eerst de conventionele, dus de christelijke partij, in dit geval in de vorm van de CDA, uit het centrum van de macht werden gehouden. Want er werd namelijk een Paars kabinet gevormd met VVD, PvdA en D66. En in 1994 was onder leiding van de teruggekomen Hans van Mierlo, werden maar liefst 24 zetels gehaald. Helaas was alleen kabinetsdeelname wederom geen succes. En in 1998 werden er nog maar 14 zetels gehaald. Maar nogmaals, die deelname was voor Hans van Mierlo echt een heel groot succes. Want eindelijk werden het CDA, de conventionele, werden uit het centrum van de macht gehouden. Terwijl daarvoor, in alle kabinetten daarvoor, was het altijd zo dat het CDA regeerde. En dan samen met of de PvdA of de VVD. En precies dit idee, hè, dat je die CDA buiten de macht zou kunnen houden, dit sloot heel erg aan bij dat ideaal van het opblazen van het bestel. En eindelijk waren dus de conventionele niet meer in het centrum van de macht. En dat is ook een manier om het bestel op te blazen. Dus dit is echt een bekroning op Van Mierlo's werk. Tegelijkertijd broeide het in de vereniging. Je zou kunnen zeggen dat er grofweg 2 kampen waren. Je had de lijn Hans van Mierlo, die eigenlijk vooral vond dat D66 moest staan voor democratische vernieuwing. En je had het kamp Jan Terlouw, die D66 wilde neerzetten als een soort van vierde stroming. Die een soort van bijvoorbeeld een sociaal-liberale partij wilde zijn. Nou, in 1998 werd deze discussie voor het eerst beslecht. D66 had zich niet weten te onderscheiden in het Paarse kabinet. En dat kwam misschien mede ook wel door het verdwijnen van de harde tegenstelling tussen de liberalen en de sociaaldemocraten. Die konden namelijk ineens rustig met elkaar in een kabinet zitten. En er ontstond een groep leden die zich wat ongerust maakten en die formeerden zich rond een groep en die noemden zichzelf Opschudding. Dat was een gemêleerde groep leden, van Kamerleden tot JD'ers. En zij organiseerden allemaal discussiebijeenkomsten door het land heen. En bij die discussiebijeenkomsten werd de interne werkwijze tegen het licht gehouden van D66. Nou, een aantal van die plannen waren bijvoorbeeld de partijkleur veranderen van groen naar geel. Dat geel is namelijk de internationale kleur van het liberalisme. Maar ook leden via online referenda om hun mening vragen. Nou, dat zijn 2 plannen die het niet gehaald hebben. Maar het plan wat wel gehaald is, en dat was misschien wel het belangrijkste, is dat D66 een sociaal-liberale partij werd. Dat ging als volgt, er was een motie ingediend door deze club mensen. En in die motie stond dat vanaf dat moment D66 een sociaal-liberale partij was. En die motie is aangenomen en vanaf dat moment was D66 een sociaal-liberale partij. En eigenlijk ergens stond dit haaks op Van Mierlo's wens om die het bestel wilde opblazen en juist geen extra ideologie wilde. Desalniettemin, ondanks dat het een breuk was met Van Mierlo's lijn, werd het voorstel aangenomen en sindsdien is dus een sociaal-liberale partij. En toch kwam dit, ondanks dat het een breuk was met Van Mierlo, kwam dit niet helemaal uit de lucht vallen. Jan Terlouw had namelijk heel duidelijk hier ook aan gewerkt. Hè? Dus die had heel erg geprobeerd D66 neer te zetten als een vierde stroming naast de bestaande stromingen. En bij deze werd een naam eigenlijk gegeven aan die stroming, namelijk het sociaal-liberalisme of een sociaal-liberale partij. En ook andere prominenten zoals Henk Zeevalkink en Anneke Goudsmit wezen op de links-liberale of vrijzinnige elementen van D66. Waarbij dus dat sociaal-liberale ook heel duidelijk goed bij aansluit. En tegelijkertijd is het dus wel ironisch dat 4 jaar na het moment dat Van Mierlo zijn grootste succes boekte, niet alleen door 24 zetels te halen, maar ook door het CDA buiten uit te sluiten bij kabinetsdeelname, dat er tegelijkertijd tegen zijn zin in D66 omgevormd werd tot een sociaal-liberale partij, tot dus een vierde stroming. Nou, dat is een stukje over hoe D66 een sociaal-liberale partij is geworden. Dan gaan we nu weer wat verder vooruit naar de periode 2006-2008. Namelijk de periode van Alexander Pechtold en de hervormingspolitiek en het antipopulisme. Dat 2 dingen waar D66 zich onder leiding van Alexander Pechtold hard voor maakte. Nou, deze periode volgde natuurlijk kort op de Fortuinrevolte. En in die fase waren er eigenlijk niet alleen bij D66 wat sociaal-liberale momenten, maar die waren zelfs ook te vinden bij de VVD en bij GroenLinks. Bij de VVD werd er openlijk gesproken over een dubbel lidmaatschap tussen de VVD en D66. En GroenLinks ontpopte zich eigenlijk op dat moment tot een links-liberale partij. Femke Halsema, de partijleider van GroenLinks, werd in 2006 ook uitgeroepen door de JOVD, dat is de jongere tak van de VVD, uitgeroepen tot liberaal van het jaar.
En ondertussen was men ook bij D66 aan het werk. Onder leiding van de toenmalig partijvoorzitter Pechtold werd in 2004 een notitie geschreven over de toekomst van het sociaal-liberalisme. En deze discussie, de manier waarop men deze notitie wilde schrijven, daar wilden ze ook meer mensen bij betrekken dan alleen leden en kiezers. Het was dus ook echt breder dan alleen de leden en de kiezers van D66. Vervolgens in een maand voor de Kamerverkiezingen in 2006... peilde TNS Nipo D66 op 0 zetels. En uiteindelijk, onder leiding van Pechtold, werden er toch maar liefst 3 zetels behaald of gehouden. Het is net hoe je het bekijkt. Maar belangrijker misschien nog wel dan die zetels is de nieuwe reden van bestaan die gevonden is. Namelijk een brede hervormingsagenda. Zoals Boris Dietrich ook al zei, Nederland is nog niet half af. Er waren hervormingen nodig op het gebied van sociale zekerheid, arbeidsmarkt en woningmarkt. En Dietrich wilde een land, en ik citeer, waarin solidariteit niet primair op onszelf is gericht, maar ook op nieuwe generaties en op kansarmen, ook over de grenzen heen. En daarmee nam hij vast een voorschot op een van de welbekende richtingwijzers, namelijk Denk en Handel Internationaal. Die richtingwijzers dienden als een uitwerking, die zijn geschreven vanaf 2006 en verder, en het diende als uitwerking van het sociaal-liberale gedachtegoed. Want D66 was namelijk sinds 1998 een sociaal-liberale partij. Die richtingwijzers waren vertrouwen op de eigen kracht van mensen, streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving, denk en handel internationaal, beloonprestatie en deel de welvaart, koester de grondrechten en gedeelde waarden. Nou, mocht je dat interessant vinden, de publicatie kun je nog steeds via onze website lezen. Maar naast die hervormingsagenda die ik net noemde, ging D66 ook heel duidelijk vanaf dat moment een antipopulistisch geluid laten horen. Daarbij kan je dus denken aan het bestrijden van de PVV en andere soortgelijke geluiden. In zoveel mogelijk debatten bestreden Pechtold en zijn collega-Kamerleden de anti-migratie en anti-Europese geluiden die werden gehoord in de Kamer. Je zou kunnen afvragen of dat niet opmerkelijk is, want willen populistische partijen niet eigenlijk net zoals D66 de macht teruggeven aan de kiezer? Ja, dat klopt, alleen tegelijkertijd is dat denk ik ook een wat oppervlakkige analyse. Want waar D66 ook altijd heel erg voor staat, is de rechtsstatelijkheid en mensenrechten. En daarom verschillen bijvoorbeeld een partij als D66 en een PVV heel erg. Dan gaan we naar het laatste stuk van mijn verhaal. En dan gaan we ons blik even op het nu en het meer recente verleden richten. Op dit moment, de afgelopen jaren, heeft D66 meer nadruk gelegd op de groeiende tweedeling. In de verkiezingen van 2021 werden maar liefst 24 zetels gehaald. Dus dat is een evenaring van het fantastische resultaat in 1994 onder leiding van Van Mierlo. En misschien nog wel historischer dan dat, de kabinetsdeelname legde deze keer wel windeieren. Want er werden 5 zetels meer gehaald dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Maar goed, dat zijn natuurlijk slechts de statistieken. Wat als we naar de inhoud gaan kijken? Je zou kunnen zeggen dat D66 inhoudelijk wellicht wat meer naar links is bewogen. Tijdens de coronacrisis is er met de VVD als grootste partij nog nooit zoveel geld in de economie gepompt. Ook het verkiezingsprogramma van de partijen rechts van D66 hebben een wat linkser geluid laten horen. En hoe zit dat dan bij D66? Inhoudelijk gezien zou je kunnen zeggen dat die beweging naar links gezet werd door Rob Jetten in de Kerkdijklezing. Het oude adagium van vertrouwen op de eigen kracht van mensen werd niet per se overboord gegooid, maar wel werd er meer nadruk gelegd op de groeiende tweedeling in een samenleving. En Jetten noemde dit in die Kerkdijklezing ook wel de ondoordringbare muren die D66 moet medehelpen afbreken. En deze lijn vind je ook heel duidelijk uiteindelijk terug in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen voor 2021. Hoe nu verder als D66? Als we naar de geschiedenis kijken van D66 als sociaal-liberale partij, dan zien we dat dit een interessante, doch roerige geschiedenis is. Het sociaal-liberalisme heeft zich definitief gevestigd als vierde stroming. En tegelijkertijd lijkt D66 daar toch niet dogmatisch in te zijn geworden, waar Hans van Mierlo zo bang voor was. Ik denk dat D66 als partij haar blik gericht houdt op de actuele problematiek, zoals nu de groeiende tweedeling. En het is nu aan de partij en aan ons als vereniging om daar verder invulling en uitwerking aan te geven aan deze idealen. Dat was mijn verhaal over de geschiedenis van D66 als sociaal-liberale partij. Ik dank jullie hartelijk voor het kijken.